31, 4 Coulthard 30, 5 Alesi 28 en 6 Berger met 21. Blijft dus razendspannend bij die Formule 1 tot het eind. In Ossen, Daar was vanmiddag de laatste wedstrijd van de zijspancrossmotoren om het wereldkampioenschap. Het was op voorhand ook daar zeer spannend met nog 4 duo's als kanshebber op de eindoverwinning. Hans Brian was in Os. Dit zijn de Letten Sergis en Rasmanis, leiders in de tussenstand voor het WK. En hier mogelijk kampioen al in de eerste manche. Daarnaast Wiljan en Jackie Jansen. Wiljan in de bak. Zij zijn Nederlands kampioen in 96 en 97 en hadden de snelste trainingstijd. En daar rechts Daniel Willemsen en links was Sven Verbrugge, een Belg. Want Marcel, de broer van Daniel, is zodanig geblesseerd aan zijn enkel dat hij hier de kansen niet kan verdedigen. 30 combinaties op weg op dat prachtige circuit, de Witte Ruisheuvel. Natuurlijk de toppers voorop, maar wat gebeurt er daar? Een stuk of 5 combinaties die elkaar raken. En ja, dan trekken de stofwolken op en dan zien we daar de nummer 5 wegrijden. Dat zijn Klaus en Thomas Weinman. Die staan derde in de tussenstand voor het WK. En dan is dat natuurlijk uitermate onprettig. Maar wie profiteert van dit alles? Het wachten op de eerste mannen. En daar zijn ze. Ja hoor, het is Daniel Willemsen met de Belg Verbrugge. Noodgedwongen dus met de daar vlak achter Peter Steegman en Christian Verhagen. En hier met nummer 4 zien we doorkomen Jackie en Wiljan Jansen. En daar pas de mensen die zo getipt worden als wereldkampioen. Sergis en Rasmanis. En die moeten toch minimaal op een 6e of een 7e plaats eindigen. En dan moet Alois Wenninger niet verder dichterbij komen dan een 4e plaats. Want anders lukt dat niet in de eerste manche. Ondertussen het gevecht daarachter. Met 8 zag u langskomen Peter Steegman en Christian Verhagen. Maar dat zijn de mensen die in de achtervolging zijn op dat ene topduo wat er zo geweldig vandoor ging. Daar zijn ze weer. Daniel Willemsen en Sven Verbrugge. We moeten natuurlijk niet vergeten dat Daniel aan het begin van het seizoen van de WK perfect reed. Het ging goed tot in Duitsland in Erbach in augustus toen ze een geweldige val maakten. En eigenlijk ja, daarmee het wereldkampioenschap uit handen moesten geven. Hier weer Sergis en Rasmanis. Op weg naar een hopelijk 6e of 7e plek. Daar zijn ze op het ogenblik nog ver vanaf. En wat er met deze motorfiets, met deze combinatie aan de hand is, ik weet het niet. Maar ze winnen terrein. Ze zitten ruim voor op de nummer 2, Peter Steegman en Verhagen. En daarachter de nummers 4 en 3, Jackie en Wiljan Jansen en Alois Wenninger. En het gevecht is echt op deze plaats. Artis Rasmanis en Christis Sergis. Proberend om dichterbij te komen in dat zware zand van Os. En kijk eens hoe perfect deze combinatie werkt. Notabene met een gelegenheidsman in de bak. Daarachter Peter Steegman en Christian Verhagen hebben een heel goed seizoen gehad. En daarachter dan met nummer 3 Alois Wenninger en Harry van der Wiel. En Jackie en Wiljan Jansen op de 4e plek. En hier Wilfried van Werven en Ronnie Meulenbroek. Die zijn notabene die 2 letten voorbij gegaan. Die hebben dus een heel gevecht en dan weer een valpartij. En weer zien we daar nummer 5, Klaus en Thomas Weinman. En dat is natuurlijk dramatisch. En ook deze man heeft heel veel pijn, dat was Nef. En dan zien we daar ondertussen dat Klaus en Thomas Weinman hun weg vervolgen. Maar kijk eens hoe slecht ze dat doen. Hier duiken ze weer de zijkant in en dan is het toch echt wel gedaan. Dan hoor je bij de laatste. Ze vervolgen weliswaar hun weg, maar hier komen ze nooit meer in de buurt bij deze 2 mannen. Daniel Willemsen en Sven Verbrugge. De 2e plek nog steeds Steegman Verhagen. Daarachter met nummer 4 Jackie en Wiljan Jansen. Die zijn dus in ieder geval Alois Wenninger en Henri van der Wiel, de Nederlander, voorbij gegaan. Kijk, daar met die prachtige Bordeaux-vlaggen met dat wit erin, dat zijn letten. En die waren er heel veel aanwezig om hun beide landgenoten toe te juichen. Terug bij de top. En als je Daniel zo ziet sturen, dan vraag je je inderdaad af of hij niet gewoon wereldkampioen had moeten worden als ze niet zo'n zware pech gehad hadden. Hier even een klein foutje. Ja, de combinatie is natuurlijk niet optimaal voorbereid, maar de afstand is duidelijk. Met nummer 4 zijn we terug met Jackie en Wiljan Jansen in een wilde achtervolging op Peter Steegman en Christian Verhagen. Natuurlijk graag naar die 2e plek, die verdedigers van de Nederlandse titel. En dan hier met 42 opnieuw van Werven en Meulenbroeks
En daarachter, daar zijn ze weer, Sessies en Rasmanis. Die toch eindelijk nu eens wat zouden moeten laten zien. Zesde of zevende plek, dat is het uitzicht. En zij, niet te stuiten. Rustig en met overleg en toch eigenlijk niet eens zo rustig, want er zit behoorlijk de kous in, op weg naar de manche-overwinning. Voor Jackie en Wiljan Jansen, die nu de tweede plaats hebben overgenomen. En daarachter met nummer 8 Peter Steegman en Christian Verhaag. Oftewel drie Nederlandse equipes aan de kop in het Mullenzand in Os. En daar komt Sergis Rasmanis. Wordt hier nog even afgehouden door Karel Voetsenekker en Jozef Moisberger. Die in 1994 nog tweede waren tijdens de WK. Maar hier nog weinig te melden hebben. De nummer 2, Jackie en Wiljan Jansen. En daar komt Sergis Rasmanis opzetten. Toch op weg naar een zesde plaats. En dat betekent dat ze dan in deze manche het wereldkampioenschap veiligstellen. Hier in ieder geval de winnaars van de manche. Daniel Willemsen en Sven Verbrugge. De volle 20 punten. Als tweede eindigen dan Jackie en Wiljan Jansen. En als derde Alois Wenninger en Harry van der Wiel. Net voor Peter Steegman en Christian Verhagen die we hier zien. Vreugde dus bij Daniel Willemsen en zijn bakkenist Sven Verbrugge. Ze zouden ook de tweede manche winnen en uiteindelijk het brons voor het WK. Maar de eerste prijs ging naar de Letten. En dat was de eerste maal in de geschiedenis. Bokser Eddy Smulders kon gisteravond in Aken de kroon op zijn carrière zetten. Hij was Europees kampioen. Nu stond